Goedendag kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In het eerste deel praten we met de heer Richenel Ellekom over suïcide onder de vrouwen. Kijkt u mee. Dr. Ellekom, welkom in ons programma In Gesprek Met. Welke factoren spelen vaak een rol? En hoe kunnen we deze herkennen als gemeenschap? Oké, ik ga het dan algemeen houden, want er zijn twee factoren. Er zijn externe factoren, maar nog belangrijker zijn de interne factoren. En laat me dat even definiëren. Externe factoren zijn situaties die we in het dagelijks leven tegenkomen. Noem maar bijvoorbeeld bij vrouwen geweld van de partner tegen haar. Armoede enzovoort. En dan zijn er wat we noemen de interne factoren. En de interne factoren die zijn samengebundeld door, ik heb net het proefschrift gelezen van mevrouw Bujarat. Ze is gepromoveerd vorig jaar in 2022 aan de Universiteit van Amsterdam. En ze heeft daar een proefschrift geschreven over suïcide over het algemeen. Maar ze heeft dus gekeken naar wat we noemen de interne factoren. En die interne factoren heeft ze benoemd als die script die wij met ons meedragen. En ik zal misschien even die script ook moeten, oké. Het is zo'n draaiboek. En wat bedoelen we met een draaiboek? U heeft een draaiboek, ik heb een draaiboek, we allemaal hebben een draaiboek. En hoe ontstaat dat draaiboek? Dat draaiboek ontstaat vanaf onze kinderjaren, wanneer we dus in onze gezin, wat we noemen van oriëntatie. Onze ouders, die spelen met ons, we gaan naar school, we leren nieuwe dingen. We spelen met onze vriendjes, we beginnen in onze adolescente periode. En jongvolwassenen, volwassenen. We kiezen een beroep enzovoort. Dat draaiboek, ik moet even terugkrabbelen. Het brein is plastisch. En wat we benoemen met plastisch zijn, een stukje plastiek, als je een stukje plastiek pakt en je het om een fles wikkelt, neemt het de vorm van die fles aan. Wikkel je het om iets dat op een kubus lijkt, neemt het ook die vorm aan. Dus die term wordt gebruikt om aan te geven dat het brein zich kan aanpassen. Dus alles wat we meemaken, wordt dan door het brein opgepakt en het brein gaat dat incorporeren. U heeft hier een beroep, u heeft misschien de MULO, middelbare school, afgemaakt en u heeft een beroep gekozen. En nu heeft u geleerd over dat beroep. Als u mij nu zou vragen om uw taak te doen, zou ik even moeten aarzelen. Ik zou even moeten natrekken, wat moet ik doen, hoe moet ik het doen? U heeft eigenlijk in uw draaiboek een stukje van hoe het werk gedaan moet worden. U hoeft niet eens over na te denken. U weet precies, oké, dit moet ik doen en dat moet ik doen. Dat is eigenlijk zo'n beetje dat draaiboek. Oké, zo wij allemaal hebben dat draaiboek. Hoe komt dat draaiboek dan ter sprake? Wanneer we situaties tegenkomen in het leven, dan interpreteren we alles dat we zien. Wat we horen. Wat we proeven, wat we ruiken, wat we aanraken enzovoort. En aan de hand van die prikkels gaan wij die prikkels interpreteren. En daarom, als u en ik kijken naar een situatie, gaan we het anders interpreteren. Als u uw verhaal moet vertellen en ik mijn verhaal moet vertellen, gaat dat verhaal iets wat anders zijn. Want ik heb het gefilterd door mijn draaiboek, u heeft het door uw draaiboek gefilterd. Oké. Dus wanneer iemand laten we een beetje houden op femicide, een vrouw die wordt mishandeld en ze wordt eigenlijk uitzichtloos, moedeloos door die behandeling die ze krijgt. Het kan zijn fysieke mishandeling, het kan zijn cognitieve, emotionele mishandeling. Ze denkt daarover en ze kijkt dan aan de hand van haar draaiboek. Wat zijn de opties die ik heb? Oké. Het zijn onprettige ervaringen. Ik moet er wat aan doen.
de opties die ze dan heeft in haar draaiboek hangt af van de opvoeding die ze gehad heeft, haar religieuze achtergrond, sociale structuren, familie, waarden en normen. En dan komt ze tot een besluit, oké, dit is wat ik kan doen. En vaak wat je hebt, dus van al die externe structuren die de persoon dan tot zich genomen heeft, en daarvan een draaiboek heeft ontwikkeld, gaat de persoon een keuze maken. En dus daarom kun je de vraag stellen, waarom besluit één persoon om dan, zeg maar, zelfmoord te plegen en de andere persoon niet? Wel, we zouden kunnen zeggen, ondanks het feit dat we niet precies weten wat er gebeurt in het brein, we hebben een idee, want we kunnen de gedachten niet lezen, maar als we dus terug gaan en kijken naar wat heeft deze persoon zo meegemaakt, dan blijkt dat er ergens in de ervaring van die persoon, de persoon die optie om de hand aan zichzelf te slaan heeft meegenomen. Dat wordt dan een optie. En de persoon gaat dan naar de opties kijken. En als blijkt dat misschien andere opties naar haar denken niet bevredigend gaan zijn, dan besluit de persoon, oké, dan pak ik optie feminist. Oké, ik stap uit het leven, want ik kan het niet meer dragen. Dat is dus het intern component. Ik heb recentelijk een artikel geschreven in De Ware Tijd. Ik heb dus dit soort dingen aangehaald. We hebben in Suriname geen goede statistieken die kijken naar het intern component. Meestal kijken we naar het extern component. Men zegt, ja, we moeten minder vuurwapens ter beschikking hebben, herbiciden moeten er zijn, enzovoort, enzovoort. Dat is niet slecht en vaak zegt men ook, de overheid moet ervoor zorgen dat de mensen beschermd zijn. Oké, maar dat zijn de externe factoren. Maar wat doe je dan met dat draaiboek? Je kunt eigenlijk niets doen met het draaiboek, want dat draaiboek behoort aan de persoon. Oké, dat draaiboek kan wel beïnvloed worden. En het argument dat ik heb aangedragen is dat wij allemaal die hebben vrienden, we hebben religieuze organisaties, sociale groepen waarmee we omgaan enzovoort, die dat draaiboek beïnvloeden. Misschien zouden we moeten vragen, en ik heb dus voorgesteld, wat wij misschien in Suriname, ik hou het niet aan Suriname, want we hebben geen goede statistieken, wat we zouden moeten doen, is op een gegeven moment wat onderzoek moeten doen om te zien in hoeverre gezinnen, de opvoeding binnen het gezin, de sociale normen en waarden, de religieuze normen en waarden die we met ons meedragen, hoe die bijdragen aan dat draaiboek. En in hoeverre die optie van suïcide misschien gefaciliteerd wordt door sommige van die externe situaties die dan geïnternaliseerd worden. En u heeft net gesproken over je eigen draaiboek. En u zegt, we kunnen eigenlijk niet zoveel eraan doen. Maar de overheid heeft bijvoorbeeld in de afgelopen periode gezegd, we moeten meer werken aan mentale gezondheid, de bewustwording moet er komen. Wat vindt u van de inspanningen van de overheid? En denkt u dat dat enigszins invloed kan hebben op een persoon, op je persoonlijke draaiboek? Ja, dat zou kunnen. Dus die informatie, die externe informatie die dan gegeven wordt. De persoon zal dan die informatie moeten opnemen. Het eigen maken, de opties die dan gegeven worden, naar kijken om te zeggen, oké, dit zijn die opties. Het lijken goede opties te zijn. En ik zal dat noteren en gebruik van maken. Dus voorlichting is goed, want die voorlichting als externe factor geeft de mogelijkheden aan. En de persoon in kwestie
kan dan die mogelijkheden, kan opteren om die mogelijkheden dan mee te nemen in zijn of haar draaiboek. En wat zijn enkele van de mogelijke gevolgen van suïcide voor de samenleving en natuurlijk voor de nabestaanden? Ja, laten we beginnen bij de nabestaanden. Natuurlijk is het een droevige zaak voor de nabestaanden, want er is iemand uit hun directe omgeving, uit de familiesfeer komen te ontvallen. En dan heb je ook die kwestie van, ze voelden zich schuldig. Waarom hebben wij niet iets hieraan kunnen doen, als we het maar geweten hadden? En dat speelt een bijzonder belangrijke rol. Ik heb het recentelijk een jaar geleden gezien, waarbij een moeder uit een bepaald gezin zelfmoord gepleegd heeft. En de kinderen en de vader zeggen, hadden we het maar geweten. Hadden we misschien iets aan kunnen doen. We hadden haar misschien gebracht voor hulp. We hadden, konden met haar hebben gesproken, haar hebben aangemoedigd. Dus dat schuldgevoel. Natuurlijk, als ze het niet wisten, konden ze ook niets eraan doen. Maar het blijft een schuldgevoel. Dus dat is een van de droevige zaken die plaatsvindt binnen een gezin. En dat moet verwerkt worden. En vaak duurt het maanden voordat de mensen dat kunnen verwerken. Die droefheid en het schuldgevoel. Dus het laat een wrange smaak achter bij de directe familieleden. En natuurlijk in de gemeenschap, misschien in de buurt waar de persoon gewoond heeft. In zijn of haar werkkring, als ze werkend waren. Ja, misschien in de gemeenschap, hun kerkgemeenschap ook. Dus het heeft dus een, wat we noemen, ripple effect, hè, binnen de gemeenschap. Als het een heel belangrijke persoon is, die betrokken was bij heel wat activiteiten, zeg in het land of zo, dan heb je dus daar ook een uiteindelijke ripple die ook, ja, men zegt, als hij of zij er was, we missen hem of haar. Dus in de bredere gemeenschap heeft het ook een effect. En we hebben gesproken over de interne en de externe factoren. En als we kijken naar de externe factoren, zou u misschien kunnen aangeven wat u veelal gezien heeft in uw loopbaan als externe factor bij dergelijke gevallen? Een van de belangrijke externe factoren is geweld die mensen meemaken en daardoor geen uitweg zien om uit het geweld te komen. Soms is er ook armoede, maar het lijkt tenminste wat ik dus in de literatuur heb kunnen, wat ik uit de literatuur heb kunnen natrekken, is geweld eigenlijk een bijzonder belangrijke factor. Die andere factoren die zijn, hebben een minder invloed, ze kunnen een invloed hebben. Want als iemand arm is, kunnen ze altijd bedelen, naar hulp vragen enzovoort. Het probleem met geweld, vooral huiselijk geweld, is dat er een structuur is, een familie, soms zijn er kinderen ook bij. En de uitweg, waar ga ik? Als ik van hier ga, wat voor onderdak heb ik? Hoe ga ik dan zorgen voor de voeding en kleding enzovoort? Dus de beperkende factoren maken dat vaak dat geweld, huiselijk geweld, een soort van uitzichtloze perspectief geeft. En de mensen zich gevangen gevoelen daarbinnen. En als er dus geen goede optie is, jammer genoeg dan kiezen mensen voor, oké, het doet zoveel pijn, emotionele pijn, ik wil het niet langer dragen. Dus dat lijkt mij, uit mijn ervaring, dus een bijzonder belangrijke factor te zijn.
Alhoewel het moeilijk is, zijn er enkele dus waarschuwingssignalen waarbij familie of andere mensen in de gemeenschap kunnen zien van het gaat niet zo goed met die persoon. Natuurlijk zijn er klachten, de persoon klaagt van dit en dat gebeurt er enzovoort. En die dingen moeten we niet onderschatten. We hadden gezegd, soms zeggen familieleden, de persoon zoekt aandacht. Hè? Niet gewoon dus die optie pakken van, ach, het is niet zo ernstig. Ze zoekt mijn aandacht. Het serieus nemen. En misschien een beetje wat navragen. Soms schamen de mensen zich die het geweld meemaken. En ze geven dan een eufemistisch tintje eraan. Iemand met een blauwe oog. Ik ben gevallen. Of enzovoort enzovoort. Dus die kwestie van schaamte. Maar toch misschien doorvragen. Ben je echt gevallen? Of is er iets gebeurd? Ik weet dat Henry vaak agressief is. Heeft hij dit jou aangedaan? Dus doorvragen. En dan misschien de persoon aanmoedigen om te zeggen, kijk, nou, dit kan niet doorgaan. Kijk, dit zijn de opties die beschikbaar zijn. Wil je dat ik je breng er naartoe? Kan ik je helpen? Oké, dus die opties aandragen kunnen waarschijnlijk ook helpen dat de persoon zich ondersteund voelt en dat die uitzichtloosheid minder wordt. En natuurlijk hebben we gesproken over de verschillende opties, zoals een klacht indienen bij de politie, een beschermingsbevel aanvragen, hulp zoeken bij een religieuze organisatie. Maar zijn er andere plekken waar mensen hulp kunnen zoeken om over deze situatie heen te komen? Want het gaat niet alleen om bijvoorbeeld geweld te stoppen tegen zo'n persoon, maar ook de trauma te verwerken. Ja, uiteraard. Die traumaverwerking is een belangrijke factor. Zelfs wanneer hulp geboden wordt, bijvoorbeeld als de persoon een plek geboden wordt waar ze tijdelijk onder dak zou kunnen vinden, draagt de persoon de trauma mee. De trauma eigenlijk wordt ook opgenomen in dat draaiboek, hè, moet ik zeggen. Het wordt deel van het draaiboek. En professionele hulp is bijzonder belangrijk om de persoon te helpen om dat draaiboek bij te stellen. De term die ik daarvoor gebruik is een cognitieve reconstructie. Is een reconstructie van het denkproces dat plaatsvindt in het draaiboek. En dat kan aangeleerd worden, oké, met deskundige hulp. En dat kan maken dat de persoon dat die trauma dan verwerkt. Over het algemeen zeggen we beroepshalve dat trauma twee componenten heeft. Trauma heeft een emotioneel component en het heeft een factueel component. Oké? Factueel component is, het is gisteren gebeurd, het is daar gebeurd enzovoort. Dat emotioneel component is de emotionele ervaring die de persoon heeft opgedaan gedurende die trauma. Dus dat zijn die twee componenten die verwerkt moeten worden. En vaak, het zijn de emotionele componenten die dan later zich weer voordoen. Wanneer de persoon een situatie tegenkomt die lijkt op die trauma. En dan komen de emotionele spanningen terug. Dus die verwerking is bijzonder belangrijk, maar het vereist professionele hulp. En hoe kunnen we als samenleving het stigma rondom mentale gezondheid en zelfmoord verminderen? Oké, belangrijk is dat wanneer iemand dus een probleem heeft, al is dat probleem niet zichtbaar, want dat is vaak wat er gebeurt. De persoon heeft een botbreuk en je kan de verband zien. Nee, ik zie niets. Dus er is waarschijnlijk niets aan de hand. Nee, we moeten dus een beetje gericht zijn op problemen kunnen zichtbaar zijn, maar ook onzichtbaar. Dus wanneer iemand een beetje droevig is, depressief, angstig, het serieus nemen om na te trekken, wat ligt achter de schermen? En wat hulp bieden? Zodat de persoon zich ondersteund gevoelt en dat er betere opties dan beschikbaar zijn. En de persoon kan dan gebruik maken van die opties. Zijn
Kunt u misschien een voorbeeld geven dat bepaalde programma's in Suriname hebben gewerkt om mensen een, ja, te helpen uit die gedachtes? Ik weet niet als er een bepaald programma is, maar het concept van wat ik noem cognitieve reconstructie, om de mensen te helpen. Elke goed opgeleide mentale persoon die dus gespecialiseerd is in mentale gezondheidszorg, zou dat moeten kunnen doen, de persoon kunnen helpen, om de persoon dus, om dat draaiboek, dus als beroepspersoon, professioneel, kun je dat draaiboek niet veranderen, maar je kunt de persoon helpen om hun eigen draaiboek bij te stellen. Dus die hulp bieden, de tools bieden, om dat draaiboek bij te stellen. Om die trauma te verwerken. En we staan nu in 2024 met veel van die gevallen achter de rug. Kijkend naar onze samenleving, heeft u een boodschap? De boodschap is aan de totale samenleving te beginnen bij de familie. Neem het serieus. Als iemand binnen de familie vraagt om hulp, de persoon niet kleineren of wegsturen, maar het serieus nemen. En dan om de persoon heen, de andere instituten, de kerken, religieuze huizen. En ook bijvoorbeeld de werkgevers. Als de werkgever merkt dat een werknemer een probleem heeft, misschien bij hun HRM, dat er ook mogelijkheden zijn dat de persoon zich daar kan aankloppen en dat ze verwezen worden om hulp te krijgen. Dus de bredere gemeenschap en de gemeenschap om de persoon heen serieus nemen. Als er geklaagd wordt en als je merkt dat de persoon zich anders gedraagt dan normaal, probeer toch even na te trekken. Wat is er aan de hand? Kan ik helpen? En als is de persoon een beetje schaamt, de persoon zegt, blijf dus doorvragen op een nette manier om te zien als er wat hulp geboden kan worden. Dank u wel, meneer Ellekom. Heel vaak Engelse woorden gebruiken wanneer zij zich willen uiten in het Nederlands. We praten met enkele deskundigen hierover en de eerste persoon is mevrouw Renate Sluisdorp. Ze is een Nederlandica en met haar gaan we praten over de invloed van Engelse woorden in het Nederlands. Kijk u mee. Mevrouw Sluisdam, heel vaak horen we dat in de Nederlandse taal er veel Engelse woorden gebruikt worden. En, intussen weten we al dat bepaalde Engelse woorden opgenomen zijn in de Nederlandse taal en terug te vinden zijn in bijvoorbeeld het Groenboekje. Maar wat denkt u over Engelse woorden in de Nederlandse taal? Het heeft een tweeledig antwoord. Weet u, ik ben docent Nederlands, dus ik moet mijn studenten ook leren over Engelse woorden. Want we horen de laatste jaren vaak Engelse woorden, maar Engelse woorden in de Nederlandse taal, we struggelen al, Engels. We struggelen al, ik denk 30 jaar minstens, met een heleboel insluipen van Engelse woorden in de Nederlandse taal. Dus ze zitten niet alleen in het groene boekje, maar je kan allerlei, we moeten hele les geven over hoe je Engelse werkwoorden vervoegt bijvoorbeeld. Toch? Dat is een hele aparte les en mensen slaan stijl achterover, maar je moet de Engelse werkwoorden vervoegen zoals je Nederlandse werkwoorden vervoegt. Het is niet tegen te gaan. Het is niet tegen te houden. Kijk, heel lang geleden was het Nederlands vergeven van de Franse woorden. Nog langer geleden was het vol met Latijnse woorden. Dus zo
ontwikkelt elke taal zich. En ja, Engels is een wereldtaal, dus het is niet tegen te houden. Als persoon groei ik van sommige situaties. Ik groei echt ervan dat mensen een zin in het Nederlands uitspreken en dan plotseling zeggen ze een soort kromme Engelse situatie ertussen, gaan ze weer door op het Nederlands of het Srantongen. Ik vind het persoonlijk niet prettig, ik vind het persoonlijk niet mooi, maar het is zoals de taal zich ontwikkelt. Ja, en heel vaak horen we als we iets willen zeggen, like. Dat vind ik dus gruwelijk, hè. Dat vind ik echt, ik vind het ook niet nodig. Ik kan me voorstellen, die kinderen zitten de hele dag naar de Engelse dingen te kijken op televisie en op hun telefoon enzovoorts. Dus kleine kindertjes, hè, die praten af van, dus je weet toch, like, ik denk, hoezo? We hebben een keurig woord, zoals, of bijvoorbeeld, dat kunnen we heel gewoon gebruiken in het Nederlands. Dus het is helemaal niet nodig. Dat vind ik dus persoonlijk erg. Maar ik denk niet meer dat het eruit te halen is. Ja, en dus ik heb het bij hele kleine kinderen gezien. En dus stel, Surinaamse kinderen worden veelal opgevoed met Engelse animatiefilmpjes. Mm-hmm. En wanneer ze praten, hebben ze heel veel Engelse woorden ertussen. Vormt dat geen barrière op school? Wanneer ze dus de Nederlandse taal moeten leren en goed moeten schrijven? Natuurlijk gaat dat een barrière vormen. Ik weet een voorbeeld van een dame, zij is zelf onderwijzeres. En het is eerste schooldag en de kleuter was naar school geweest en komt thuis en mama vraagt van hoe was het op school? En hij zegt, mama, ik moest het alfabet opzeggen van de juf. Maar ik wist het niet meer. Ze zegt, hoe bedoel je, je wist het niet meer? Hij kende het alleen in het Engels. Ja. Dus dat is het bewijs, dat zien we al om ons heen. Het zal een barrière vormen. Het is al een barrière aan de ene kant. Aan de andere kant is meertaligheid in de opvoeding werkt positief. Ja. Op taalbegrip, op leesbegrip. Het werkt positief. Maar dan moeten we wel ons best doen om die andere talen, want bijvoorbeeld ook Srantongen, hij heeft een hele belangrijke positie in grote delen van ons land. Dan moeten we wel ons best doen dat we die talen goed aanbieden, volledig aanbieden. En dat we checken dat de kinderen die iets in het Engels zeggen, dat ze het ook in het Nederlands moeten zeggen. En dan hoef je niet boos te worden op het kind, maar je kunt het wel zeggen. Maar je weet toch dat ABC is ABC. Mm-hmm. Of je weet toch van toys. Ik ken een kindje dat zegt, mijn toy, mijn mm-hmm. toy. Maar ze zegt niet my toy, ze zegt mijn toy. Mm-hmm. Dus ze bedoelt mijn speeltje of zo. Dat je erop let dat het kind inderdaad meertalig opvoedt en dat het niet bepaalde dingen niet kan zeggen in het Nederlands. En hoe belangrijk is de rol van ouders daarbij? Want veelal, wanneer het kind al 4-5 jaar is, dan hebben de meeste ouders of sommige ouders iets van, ze leren het wel op school. Maar dus meertaligheid en correct praten begint veelal thuis. Dus welke rol spelen ouders daarbij? En dat is eigenlijk het probleem in, moet ik zeggen, landen als Suriname, toch in landen in ontwikkeling. Er zijn veel ouders die niet voldoende kennis hebben van Nederlands of van Engels of zo. En daar gaat het dus een beetje mis. Die ouders kunnen niet helpen bijsturen. Wat ik al zei, je moet dus als ouder een beetje bijsturen. Je moet niet zomaar trots zijn dat het kind alles in het Engels kan zeggen en zo. Dat probleem, dat denk ik niet dat zo makkelijk tegen te gaan is. Mm-hmm. Maar als u een simpele boodschap zou moeten geven aan ouders van hele jonge kinderen, want op den duur kunnen kinderen zichzelf helpen, maar wat voor boodschap kunt u geven aan ouders die jonge kinderen hebben? De boodschap die ik zou geven aan alle ouders, of ze nou wel voldoende kennis hebben of niet, ik zou zeggen, probeer eentalig te zijn als het kind heel jong is.
We hebben een sterke liefde voor het Nederlands in Suriname. Laten we dat aanhouden. Als het kind 4, 5 jaar of nog ouder is, kan het altijd meerdere talen spreken. Dat wil zeggen dat als het kind 2 jaar is of 3 jaar en het zegt iets in het Engels, dat jij als moeder of vader of een peuterjuf in het Nederlands moet antwoorden. Minstens. Je hoeft het kind misschien niet direct te verbeteren, maar je moet wel alles in het Nederlands beantwoorden. Zoveel mogelijk eentalig proberen te zijn in de beginjaren. En dat zeg ik omdat correcte meertaligheid moeilijk gaat. Ik heb het dus niet over ouders bijvoorbeeld waarvan de ene Okaans spreekt en de andere Saramakaans. Dan is het geweldig dat je kind tweetalig opvoedt. Geweldig. Vanaf Bobby kun je dat kind en Okaans en Saramakaans aanleren. Of twee, weet je, als je dat kan, is het fantastisch. Maar dat kunnen een aantal mensen niet. Dus eentaligheid in het begin is voor die ouders belangrijk. Dank u wel. Dank u. We hebben de mening gehoord van mevrouw Renate Sleusdom over meertaligheid en de impact van Engelse woorden in het Nederlands. Een andere persoon die ook haar eigen mening heeft over meertaligheid in de opvoeding is mevrouw Gracia Nelson, ze is logopedist. Laten we kijken wat zij te zeggen heeft. We zijn er allemaal getuigen van dat er steeds vaker Engelse woorden worden gebruikt in het Nederlands. Bepaalde Engelse woorden zijn ook al opgenomen in de Nederlandse taal en zijn bijvoorbeeld terug te zien in het groene boekje. Hoe denkt u over Engelse woorden in de Nederlandse taal wanneer mensen spreken? Op zich is de wereld aan het globaliseren en je ziet dus dat veel meer talen worden gesproken. Er wordt geschat dat ongeveer de helft van de wereldbevolking eigenlijk meertalig is, dus meer dan één taal praat. Er komen ook nieuwe ontwikkelingen erbij. Denk maar aan computer, chatten, appen. Dat zijn allemaal woorden die ontstaan zijn in het Engels en overgenomen worden in het Nederlands. Dus het is een natuurlijk proces wanneer er globalisering plaatsvindt en wanneer culturen bij elkaar komen en wanneer we met elkaar communiceren. En als we kijken naar dus jonge kinderen die opgroeien, bijvoorbeeld 2, 3, 4 jaar, dan merken we in de afgelopen jaren dat ouders deze kinderen laten kijken bijvoorbeeld naar Engelstalige filmpjes op YouTube. En dat maakt dat deze jonge kinderen dus vanaf kleins af Engels beginnen te praten, maar ze mixen het met het Nederlands. Stremt dat de ontwikkeling enigszins? Nou, de taal die wordt aangeboden, het Engels, via de media, via de tablet en YouTube en noem maar op. Kinderen houden van ontzettend veel van de YouTube-filmpjes. Die pakken inderdaad taal op. Maar in de regel leer je dus taal van interactie, hè? Van je moeder, van je vader, interactie op de peuterschool, op de crash. En wat je inderdaad merkt is dus dat de kleintjes de taal oppikken. En soms ontstaat er zelfs een beetje een voorkeur voor die taal. Dat zie je dus bij sommige kinderen die heel veel worden blootgesteld aan de tablet en noem maar op. Of dat een goede ontwikkeling is. Ik denk dat het altijd goed is om meerdere talen te leren. Maar wat er wordt vergeten is dat de kwaliteit van de moedertaal, dus de taal die thuis wordt gesproken, de taal die als eerst aan het kind is aangeboden, dat het aanbod van die taal altijd nog heel kwalitatief moet zijn. En daar zie je dat het een beetje eraan schort. We laten kleintjes meestal zelf spelen, gaan met elkaar spelen. Maar kinderen hebben het juist nodig, moeten het juist hebben
van de interactie met ouders, met volwassenen die de taal wel goed kunnen spreken. Of van wie vanuit gaat dat die de taal wel goed kunnen spreken. En daar zie je dan dat kinderen minder goed Nederlands kunnen praten bijvoorbeeld. Omdat eigenlijk de opvoeder op dat moment gewoon de tablet is. En dat is jammer. Ja, want we moeten het hebben van interactie. Hoe vindt u dat bijvoorbeeld, want ze zeggen heel vaak, ook een Nederlandica zegt, wanneer je praat moet je correct praten. Als je Nederlands praat moet je correct Nederlands spreken. En ze vindt het bijvoorbeeld heel lastig als studenten of kinderen een zin beginnen met bla bla bla, like this. Vindt u dat als logopedist ook lastig? Wat ik daar net vergeten ben te vertellen, is dus dat wanneer kinderen aan meerdere talen worden blootgesteld, dat zij automatisch, en dat is deel van de meertalige taalontwikkeling, dat zij de talen zullen mixen. Dus dat zij de talen met elkaar zullen mengen en in één zin zullen gebruiken. Dat is normaal. Hè? Je hebt verschillende soorten taalontwikkelingen wanneer het gaat om meertaligheid. Je hebt de simultane meertaligheid. Dat is wanneer kinderen vanaf geboorte twee of meer talen aangeboden krijgen. Dan praat over meertalige, simultane meertaligheid. Je gaat er dan vanuit dat de kinderen beide talen evenveel aangeboden krijgen. En ze zullen dus beide talen eigenlijk even goed ontwikkelen. Maar ook bij die kinderen zie je dus dat ze de talen gaan mengen midden in de taalontwikkeling, wanneer ze dus bezig zijn op te groeien. Dan heb je de successieve meertaligheid. Dat is wanneer een kind in één taal wordt opgevoed en op een gegeven moment een tweede taal aangeleerd krijgt of meerdere talen aangeleerd krijgt. Dat zie je bijvoorbeeld bij de kinderen die in het binnenland wonen, bijvoorbeeld, hoor, is een voorbeeld, en op een gegeven moment naar school gaan. Ze leren het Alkaans en het Saramakaans en het Paramakaans, etc. En wanneer ze naar school gaan, dan worden ze geconfronteerd met het Nederlands. Dat is dus de successieve meertaligheid. En er kunnen zich natuurlijk problemen voordoen in het hele proces van die taalontwikkeling. Het heeft te maken met de taalvoorwaarden die er moeten zijn. Er moet voldoende taalaanbod zijn in beide talen of in, weet je, meerdere talen die aan het kind worden aangeboden. Maar je ziet ook dat er een bepaalde gevoeligheid is bij mensen, bij kinderen, om taal te leren. En wat je dan merkt is dat sommige kinderen die taal wat makkelijker oppakken dan het andere kind. En je moet vooral daarop letten. Maar het is helemaal normaal dat kinderen in die taalontwikkeling midden in een zin een Engels woord gebruiken of een Alkaans woord of noem maar op. Dat is normaal. En hoe belangrijk is de rol van ouders bij het correct spreken van een taal? Het is zeer belangrijk. Maar de vaardigheid in een taal heeft eigenlijk ook te maken met onder meer het opleidingsniveau facetten, andere voorwaarden waarmee de ouder zelf is opgegroeid. Als je in een Alkaanse taalomgeving bent opgegroeid bijvoorbeeld, of een Sanami-omgeving bent opgegroeid, en het Nederlands niet vanaf het begin hebt meegekregen of niet op jonge leeftijd hebt meegekregen, dan zal het voor jou een beetje uitdagender zijn om het Nederlands bijvoorbeeld, de schooltaal, correct te spreken. Wat ik aan deze ouders wil adviseren is, spreek in de taal die je het beste beheerst. Kinderen die meertalig opgroeien, die hebben een goed aanbod nodig. Daar blijf ik op hameren. Die hebben een goed aanbod nodig van de taal. Die hebben kwaliteit en kwantiteit nodig wanneer er met ze wordt gesproken. Dus je moet veel praten met ze en de kwaliteit van die taal moet goed zijn. En als je het Nederlands niet beheerst, doe geen moeite. Praat gewoon de taal die jij het beste beheerst. Want wat gebeurt er? Het kind zal
de taalgevoelige periode, de periode waarbij je de basis van de taal leert, is tussen 0 en 7 jaar. Tussen 0 en 7 jaar moet het kind kwalitatieve taal aangeboden krijgen. En wanneer het kind de basis voor de taal heeft geleerd tijdens die gevoelige periode tussen 0 en 7 jaar, dan zal elke andere taal die erbij komt, zal goed ontwikkeld worden. Ja, mits het natuurlijk goed wordt aangeboden. Dus dat is de voorwaarde. Dus als je geen Nederlands kan praten, doe geen moeite, praat gewoon Suriname. Wanneer het kind naar school gaat, zal het het Nederlands van de juf leren. En als de juf goede manieren toepast in de klas, didactische vormen toepast en veel aanbod geeft, veel met het kind praat, ook in één-op-één situaties met het kind praat, dan zal het wel goed komen. Wat ook belangrijk is om te belichten, is dat wij in Suriname Surinaams-Nederlands praten. En onder meer dokter Renata de Bies, die maakt zich heel sterk daarvoor. Omdat wij denken dat we algemeen Nederlands praten, maar eigenlijk praten we gewoon Surinaams-Nederlands. Met ons eigen accent en onze eigen, zoals mevrouw de Bies dat noemt, eigenaardigheden. Om een heel leuk voorbeeld te geven. Ik had wel eens stagiaires en als ik even de kamer uitliep, zei ik, ik kom. Dat doen we allemaal, toch? Ik kom hoor. En ze keken me allemaal verbaasd aan van, wow, wat bedoelt deze vrouw nou? En toen realiseerde ik me van, nee, dat is iets dat wij hier zeggen. Maar eigenlijk moet ik zeggen, ik ga even weg en ik ben zo terug. Maar daar staan we niet bij stil, omdat we gewoon Surinaams-Nederlands praten. Ja, dat is een van de voorbeelden. En dat onze kinderen Surinaams-Nederlands leren is prima. Ja? En we moeten denk ik meer dat stukje dat wij hebben, dat Surinaams-Nederlands, een beetje meer gaan waarderen, denk ik. En elkaar niet voor schut zetten dat we fout praten. Maar we praten hartstikke goed. Ja? Ik denk dat dat wel belangrijk is om ook mee te nemen.